Het Credo to Credo Café is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de gebouwde omgeving. En met name degene die voorschrijven. Dus die Credo to Credo concepten en producten opnemen in hun ontwerpen. Mensen meenemen in de Credo to Credo gedachten. En je zet jezelf onder druk om op een hele andere manier te kijken naar de processen die je brengt en de producten die je creëert. Wij zijn gaan zoeken naar partijen die ook met Credo to Credo bezig waren. Dat waren Desso, Moza en Cubic. En wij hebben dezelfde filosofie. Wij willen graag de wereld een beetje beter maken. En wij willen ook graag dat andere mensen enthousiast worden over dit thema. En zijn we begonnen met het opzetten van Credo to Credo cafés. Credo to Credo past heel goed bij Arend. Vanuit de filosofie van het ontwerpen van begin tot eind, van grondstof tot afdanking. Als je weet welke materialen je gebruikt, kun je ook sturen op het gebruik van gezonde materialen. En uiteindelijk is dat ons doel. We maken producten voor mensen om veilig en gezond op te kunnen zitten. Dus de materialen die daarin zitten, moeten daar ook aan bijdragen. Bij Cubic is de visie op kredel te kredel. Het feit dat we 100% niet giftige producten maken. En dat de eindigheid van de grondstoffen niet stopt. Het is niet zozeer een doel, maar het is eigenlijk een weg die je ingaat als organisatie. Waarbij je zelf kijkt naar je processen en je probeert uiteindelijk tot een betere wereld te komen. Vooral gericht op nieuwe innovaties. De visie van Moza op Credo to Credo is dat het een kwaliteitsstandaard is en een manier om op een slimme wijze te ontwerpen. En daarnaast is het ook een goede stimulans voor innovatie. Wij willen bereiken dat mensen een goede start hebben als wij met een probleem zitten op het gebied van duurzaamheid of sustainability, gebaseerd op credo-to-credo-principes, dat we ze handvatten meegeven om in hun dagelijkse werkzaamheden die dingen te kunnen toepassen. Het is eigenlijk een platform voor ons om met gelijkgestemden in contact te komen. Op een informele manier uitleg gegeven wordt aan de credo-to-credo-gedachte. Als bezoeker neem ik mee naar huis een rugzak vol nieuwe inspiratie over Credo to Credo. En daarnaast heb ik een hoop interessante nieuwe mensen gesproken.